stars aside from us. So goedemorgen, het is vandaag zaterdag en het is, oh, het is al 1:15, het is al middag. Wij gaan even hardlopen en vanmiddag gaan we naar mijn schoonouders en daarna gaan we naar mijn moeder. En dat is de planning voor vandaag. Morgen gaan we naar Ros. En dan is het weekend alweer voorbij. Wij zijn weer terug van het hardlopen. As you can see, helemaal rood. En ook heel erg wit. En we hebben een pakketje net binnengekregen. Of nou ja, deze eigenlijk. Even kijken, mag ik het uitpakken? Ja hoor, want het is ook voor jou. Ja, ik heb ook wat gehad. Maar nog, eigenlijk mag je nog niet aan. Jawel. Papai, dat is mijn cadeautje voor jou. Wacht toch wel. Er zit nog wat in hoor. Ja, deze zat vooraan. Deze is van Steve. Een Bordeaux puffer jacket. Die is voor jou. En ik heb ook een jas gehad. Van mijn allerliefste meisje. Want ik wilde echt wel heel lang. Zo'n hele lange puffer. In deze kleur. En hij is very long. Als ze straks zijn gedoucht en aangekleed, dan laat ik het wel zien. Hij is leuk! Mag ik het al filmen? Dat is mijn naam is voor. Ik heb ook niet echt erg gezweet. Leuk hoor. Ik denk dat ik hem hierop blijf dragen. Lekker mijn slaapzak. Oh, lekker. Ja, dat zit hartstikke goed. Ik had ook geen maat groter moeten nemen. Kijk hoe lang. Die ziet bijna mijn voet niet meer. Nee. Waar zijn mijn voeten nou bij? Ik zie jou lopen. Heerlijk dit. Dit is nu al mijn lievelingsjas. Goed gekeurd. Dank u wel, mijn baby. We aftellen. 3, 2, 1. 10 seconden. Oh! Ik denk, nou, dat is een twist aan hem. Die haat ik. Die zit er goed in. Ja, moet zitten. Rugrecht, knie gebogen, armen strak vooruit. Zwaai omste de beurt je armen opzij en draai je bovenlichaam mee. Voel de spanning op je buikspieren. Dit is niet normaal! En ik heb me niet eens wat vast! Ik zweet! En ik ga hem aanlaten, want ik ben ook benieuwd hoe je de laatste gaat doen. Wij zijn lekker fris en fruitig. En dit is wat ik aan heb. Ik heb dit pak aan van Boohoo. En deze bodysuit van Boohoo ook, geloof ik. Ja, van Boohoo. En mijn football grays. En ik heb mijn nieuwe jasje aan. Gewoon omdat die heerlijk zit. En we're ready to go. We zijn lekker onderweg. En we zijn lekker in het beige allebei. En we gaan zo, nadat we bij mijn schoonouders zijn geweest, even een pokeball halen. En dan gaan we naar Hellevoet, naar mijn moeder. Want die heeft nog nooit een pokeball. Dus wij zijn echt, mam, we mist dat in het leven. Dus nu gaan we dat lekker eten met haar. Het zou eigenlijk naar ons komen, maar omdat het misschien gaat sneeuwen vanavond... gaan we wel daarheen. We zijn niet bang. We zijn niet. We vinden dat niet zo eng. Dus dat gaan we lekker doen. En morgen hoop ik dat er heel veel sneeuw ligt als we wakker worden. En dan gaan we lekker wandelen. Deze is in de laser of zo staan. Lekker ding, hè, is het.
Kijk hoe knap. Bizar. Nee, kom. Je bent mijn model. Nee, je bent mijn model. Kijk. Ik film me niet de hele tijd. Jij wilt toch volgen? Ja, jij hoort toch bij mij? Ja, dat wel. Geen verkoop van deel Jezus Christus. Ja, God is goed. Ja, God is goed. I'm myself in time to play. When Mary comes to me. Kan je niet zien of zo? Because myself is the sushi bol gehaald. Maar ik heb echt super lang in de rij. Hoe lang denk je? 20 minuten wel? Ja. En ik ben onderkoeld. Maar we gaan nu naar mama toe. We zijn net gezellig bij mijn schoonouders geweest. We hebben even alle muzikale talent uit de kast gehaald. Of nou ja, Daisy. Mijn schoonouders. Dat ene liedje wat ik kan spelen op de gitaar. Ja. En drie op de piano slash piano. Ja, en deze heeft nu de keyboard meegenomen van de ouders, van de vader. En ik heb een gitaar besteld. Heb ik gewoon gelijk besteld. Want ik heb vroeger 3 jaar gitaarles gehad. En eigenlijk heb ik altijd spijt gehad dat ik er niet mee verder ben gegaan. Dus mijn schoonmoeder zei, ga dat gewoon weer lekker doen joh. En het is echt super makkelijk. Kijk maar, toen ging ze het helemaal voordoen dat ze zichzelf had aangeleerd. Toen dacht ik, ja... Het is tijd dat ik het weer ga doen. Dus toen heb ik het gelijk besteld. Dus hopelijk vinden we het allebei leuk. Deze de keyboard en de gitaar. En dan horen jullie nog van ons. Ja, geven concerten. Geven concerten. Ja, het is echt leuk om weer iets nieuws te gaan doen. En helemaal, we hadden altijd als we iemand een instrument zagen spelen. Dat we dachten zo, dat zou ik ook echt willen. Dus nu... Is die tijd gekomen? It's time. It's time. To learn something new. Yes. Hey. Hallo. Ze zitten allemaal oude foto's te kijken. Hallo. Leuk. Modeshow. Waar is die vandaan? Van een naked. Kijk eens hoe lekker. Zo ziet hij er open uit. Wij hebben lekker met zalm en avocado en mama heeft met... Tzatziki, als het goed is. Nee, teriyaki. Oh nee, teriyaki. Met kip teriyaki heeft mama. Ik ben benieuwd. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik kan het gewoon zo. Oh, veel snel! HelloFresh is binnengekomen en wij hebben de volgende recepten gekozen. Tomaat paprika soep met parel couscous. Fusilli met portobello roomsaus. Oh, die lijkt me zo lekker. Kippenpastei met prei, champignons en rozemarijn. En Indiase daal met zoete aardappel. Zo, wij gaan lekker naar Ros toe. En ik heb lekker een chill outfit aan. Ik heb mijn BIG sweater aan.
Deze lekkere slaapzak. Gewoon een zwarte joggingsbroek en mijn Nike Dunks. En that's it. Iedereen is blij aan het spelen in het park. Nog een seconde binnen. Gezellig, hè? En deze zit ik aan het slippen. Vindt u leuk? Oh, dan moet je het oversteken. Ik ren. Ga maar. Ga ze keut op de rem steekt. Echt klein kind. We hebben twee pakketten binnen. Van Daisy en van mij. Okay, this is my guitar. And I really like it because it's black. Like my soul. Niet. Niet. Wow. Ja, wauw. Professional monitor headphones. Professional zitten. We zijn niet neppen, nee, is professional. Nou hoor ik jij niet meer. Ik hoor helemaal niks meer. Kom op! Je wordt gek. Oh, even opnieuw. Nou jongens, ik heb maandagavond deze gitaar binnengekregen. Gisteren ben ik begonnen met oefenen. Toen heb ik wat akkoorden geleerd. En nu ben ik dus de hele tijd een liedje aan het proberen. Maar ik weet niet hoe mensen doen, maar mijn pinky heeft echt geen kracht meer. En daar gaat ook elke keer fout. Dus ik ga mijn vingers nu even rust geven. En hopelijk kan ik dan einde van de dag of morgen weer een beetje spelen. Want ze doen echt heel erg pijn en ik lees dat het echt geen zin heeft om dan verder te gaan. Goedemiddag, ik ben het welke van een dutje en deze is net uit zijn werk. En nu gaan we door naar mijn omaatje. Want we gaan lekker chendol leren maken. Ja, dus je moet wakker zijn, hè? Als het niets vergeten dan. Ik ben benieuwd. Oh, deze was niet zo goed. Nu met je ogen dicht. Doe nu, en nu een pirouette. Je moet zo. Ja, je durft wel bij dat gedeelte. Hè? Wat? Je durft wel bij dat gedeelte. Ja. Hallo oma. Ik val. Zegt u? Ik val. Wel, hè? Wel gelachen. Oh, ik ga het niet aan de lucht. Geen geleden. Hallo oma. Hoe zit het mee? Oh, het ruikt altijd lekker bij u. Hoe is het? Allemaal goed? Ja. Zelfs je oma. Ja. Ikea niet, hè? Die vormen van Ikea. Niet? Ja, van Ikea toch? Ja. Alleen dit is van Indonesië. Slamat makan. Oh. En hoe noemen ze dit spul? Oh, wat voor spul is dit? Vloeibare flubber. Dat is van, eigenlijk van, van Saku. Maak altijd? Ik doe altijd twee rollen dik. Als ik koop gula jawa. En zo'n ding zit hoeveel toch? Ik weet niet meer. En dan doe ik één rol en doe ik een beetje
bruine suiker bij. Deze. Wat is dat? Heb je mijn mis? Ja? Ik heb jou wel mis. Ik heb hem natuurlijk niet uit. Heel veel liefjes aan zijn nek nodig. Echt? Mooi. Dan heeft hij allemaal. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik heb jou gemist. Ja, ik heb jou gemist. Echt een schat van mijn hart. Want je type zal het zijn. Ik geloof wel dat ze van gezellig uithalen. Nee, echt goed gevoel bij elkaar. Ga maar een liedje voor mij spelen. Ik hou van jou, jij houdt van mij. Samen houden wij van ons allebei. Wauw. Ja, dat was het. Applaus. Straks hebben Rijn en Danny ruzie met de navigatie. Hij heeft hem alweer laten wel 3 kilometer in. Staat hij blokken dan? Ja, hij staat blokken in. Green lightning. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En wij gaan straks naar oma toe. Of nou ja, we gaan alleen even met haar naar de toko. En vanavond gaan we naar mijn schoonouders. Eén ding waar ik zo'n hekel aan heb is de vaatwasser uitruimen en weer inruimen. Ik stel het altijd zo lang mogelijk uit, maar er is geen ontkomen aan nu. Uit het zon beginnen. Dan is eerst midden op het ijs en dan gaan we opeens wegrennen. Mm. Mooi. Ik ga nog rennen nog. Oh, je kan nog rennen? Ja, dat geloof ik. Staat hij er? Oh ja, goeie. Dat is 5,95. Ja, die moeten we hebben. Die oma is niet. Oma die gaat op weg. Ik ga stuk. Oh, lekker. Is dat voor Chandel? Ja. We hebben wit, rood en groen. Oh, leuk. Wat gaat u allemaal kopen? Ik ga bak banaan. Gaat u nog meer pizzenworing maken? Ja, als ik maar thuis heb, weet je. Ik kan gewoon zo bakken. Wanneer je met oma naar een toko gaat. Gewoon 2 hele tas vol. En ze is nog dingen bij deze erbij aan het leggen. Oma is binnen vrienden aan het maken. Heeft u weer vrienden gemaakt? Nee, die is mijn kennis. Ik zag haar niet. Zij gaat mij groeten. Oh. Kom als je weer dan met ons. Nou, we hebben weer HelloFresh binnengekregen. En die ga ik even uitpakken. Oké, dit hebben wij. Paddenstoelen risotto van Orzo. Oh, dat lijkt me echt heel lekker. Ik hou van paddenstoelen. Kikkererwtencurry met zoete aardappel. Met koriander. Nou, die koriander die donderen we gelijk weg. Huevos rancheros met cannellini bonen en avocado. Oh, dat lijkt me wel heel lekker. Dat ziet er heel lekker uit. Kijk dan. En als laatst couscous salade met halloumi frieten. Nou, dat is ook wel oké. Ik ben heel benieuwd. Ik denk wel dat deze kikkererwtencurry heel lekker is. Wel echt zonder koriander, want dat lijkt me echt niet lekker.
En die paddenstoelen risotto lijkt me ook heel lekker. En die tortilla's lijken me ook heel lekker. Alleen die couscous salade lijkt me echt wat minder. Helemaal met limoen. Nou, sorry, mag ik een vooroordeel hebben. Meestal verrast het me in positieve zin. Oh ja, en we hebben ook nog wat gehad bij de toko. Zo'n soort zeefding voor de chendol. Kijk, hier komen dan die sliertjes uit. 2 kokosmelk. Chendol frambozensmaak. Chendol pandansmaak. Die is sowieso echt lekker. Die framboos is ook lekker. Die hadden wij gisteren gemaakt. Nog één pandan. Oh, en nog één pandan. Dan hebben wij smoorboemboe. Dat is echt lekker met kip. Deze had mijn oma een keer gemaakt. Dat was echt heel lekker. Dan moet je gewoon je kip hierin doen. En volgens mij is het met ei. Oh nee, alleen met water. En dan moet je je kip erin doen. En dan wordt het Kentucky kip. En nog meer ketchup. Sojasaus was op. We hebben gula jawa voor de chendol. Ik heb terrassi gehaald, want dan kan ik binnenkort weer lekker nasi terrassi maken. Deze hebben we gemaakt voor de pandancake die we binnenkort gaan maken met mijn oma. En we hebben lekker spekkoek gehaald in pandan en ja, gewoon die normale. En dan nemen we lekker mee naar mijn schoonouders vanavond. Kijk, we hebben lekker spekkoek. Ja, ja. En deze heeft een headset besteld voor vader. En die komt ook binnen als het goed is. Of hij is al binnengekomen. Een verrassing. Wat heb jij? Alsjeblieft. Dankjewel. Kom, filmen, filmen. Een boekje. Oh. Hier. Zo leuk. Stap voor stap gitaar. Ik hoop dat je er wat aan hebt, maar dat was voordat je je cursus begon. Ik kan ook online allemaal dingen. Echt? Ja. Zo lief ben jij. Ja, zo ben ik. Zo ben ik. Wat wil je drinken? Hm? Doe maar. Dat is een beetje moeten gaan. Dan gaan we nu kijken. Op telefoon. 6-7. Of heb ik dat zelf? Ik weet het niet even meer. Dit is het. Kan dat nou? Hoe kan dat nou? Heb je dat zo wel besteld? Ja, je had het toch nodig? Ja, maar die wil ik voor jou leggen. Ja, nou heb je een eigen. Nou, wat lief van jullie. Dat kan je misschien wel goed verstaan straks. Ja, wat lief van jullie. Ik heb vega worst. Neem het op. Ze kijkt ook heel lekker. Ik had er van alles een stukje nemen. Hoor. Maar je mag ook een stukje speklap hebben hoor. Of gewone worst. Oh, zet hem nog één keer op. Vertel dan deze. Goeiedag, dit is mijn nieuwe koptelefoon. En ik kan die beter horen. Meestal zegt ze tegen mij, ik kan goed vertellen, ik versta alleen niet wat je zegt. Dus nu begrijpen ze me wel beter. Kijk, Hollander, dat ben ik. En echt Indo, Daisy. Lekker kaas met sambal. Of. Ik doe hem zo en dan stop ik hem hier. En dan swipe ik deze hierin. En dan moet ik even luisteren hoor.
Je hebt gewoon je eerste beat al gemaakt. Hey. We zijn lekker muzikaal bezig allemaal. En wat heb ik gemaakt? Broodjes garnalen met patat. Misschien denken jullie, eww, wat is dat? Maar het is heerlijk. Toch, deze? Nou jongens, ik ben weer een beetje begonnen met beats maken en ik moet zeggen, het valt niet mee. Ik snap er helemaal niks van, maar ik heb dus iets gemaakt. Moment. Ik ga het even afspelen. Hoe ziet dat dus eruit? Leven van een producer. Nee, grapje. Ik ben helemaal geen producer. Maar ik ben echt wel de hele dag bezig. Ik heb de hele middag ongeveer gitaar gespeeld. En Nino kwam om 4:30 of zo. 4:15 was hij hier. En toen hebben zij de hele tijd bezig geweest met beats maken. Toen is hij om 7:30 weer weggegaan. Het is nu 8:30. Dus ik ben nu iets van 2 uur bezig met deze, met dit. Alleen dit kleine stukje. Maar het is gewoon zo lastig om het erop te pakken na zoveel jaar. En al die nieuwe dingen te leren die mijn broertje me heeft geleerd vanmiddag. En deze is echt al de hele tijd keyboard aan het spelen. Daar. Echt schattig. Ze kan het ook echt heel goed al. En weet je wat er leuk is? De keuken is nog een pessoi. Daar heb ik dus zo geen zin in. Nou, ik ga nu nog even gitaar spelen. En dan is het al genoeg. Dan gaan we lekker de Voice kijken. Lekker shisha erbij. Lekker drankje erbij. Lekker chippies erbij. En dan is het weekend. Daar gaan we. Onze heerlijke avond. Ik heb lekker bugles met cheese spread. Deze heeft naturel chips met fiesta sausje. Lekker cola voor mij. Een rode vodka. Red Bull voor Daisy. En de siege. En we gaan nu lekker de Voice of Holland kijken. Maar dit is toch een stukje hemel. En dat is toch ook een stukje hemel? Ja, jij hè? Oh, ik? Ja. Nou, goedenavond. Het is vrijdagavond. En wij hebben een heerlijke chillavond gehad. En een hele muzikale dag. Deze is er niet. Die is even weg. Oh, daar is ze. Kiekboe. Maar we willen de vlog afsluiten. Want het is alweer de laatste dag van de vlog. Ja. Ja, en morgenochtend gaan we vroeg op. Want we gaan lekker schaatsen. Omdat het morgen waarschijnlijk de laatste dag is dat het kan. En we zijn nog niet op het ijs geweest. Dus wij gaan zo lekker slapen. Ja? Niet? Oh, het is bijna, het is 11:45. Oh, nou, we kunnen ook nog even YouTube filmpjes kijken, dat kan ook. Maar we sluiten wel bij deze de vlog af. Dus, vond je de video leuk, doe dan een duimpje omhoog. Ik doe het voor, zo moet het. En abonneer nog even op ons kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zien jullie ons in onze volgende vlog. Goodbye! Bye! Cause aside from my soul.